Ja, ik kan alleen maar zeggen, het komt goed. Als er iets is wat ik niet heb, is het vliegenangst. Nou, niet ervan. Hopelijk zie ik je na deze dagen al wat meer. Ja. Oh, die had ik er volgens mij op staan. De Schiphol-toren. Ja! Yeah. Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug zo bij een nieuwe vlog. Ik zit hier vandaag lekker in de auto. Onderweg naar red light camera reported ahead. Dat is een rood lichtcamera. Onderweg naar iets wat al lang moet gebeuren. En dat is dit op mijn hoofd hier. Dat haar, het ziet er niet meer uit. Ik moet echt naar de kapper. En vandaar dat ik hier dus lekker in de auto zit. Want ik ben onderweg naar de kapsalon. Ik was al de hele tijd aan het uitstellen, Maar nu wordt het toch maar eens tijd om echt even lekker geknipt te worden. Want dit kan niet meer langer zo. Dus ik heb er ook helemaal niks aan gedaan. Ik kom net mijn bed uit zoals ik er nu uitzie. Dus dan kunnen ze daar bij de kapper mooi even wassen. En dan kan het geknipt worden. En jongens, kijk eens aan. Als ik ga rijden. Ik kom echt net van de kapper. Ik ben gewoon even lekker snel naar binnen gegaan. En weer snel naar buiten. En zoals je kan zien, ja, het is wel een verschilletje. Tenminste, ik hoop dat jullie het verschil zien. Want daar is natuurlijk, het is niet voor niks geknipt. Maar heel vaak heb je bij mensen, dan zie je ze naar de, dan weet je dat ze naar de kapper gegaan zijn. En dan zie je eigenlijk geen verschil. Dan denk je van, ben jij nou echt naar de kapper geweest? Dan zie je gewoon niet het verschil. Maar ik hoop dat jullie het bij mij wel zien. Dus we zijn weer helemaal fris en fruitig geknipt. Super fijn. Dat betekent dat we lekker naar huis kunnen gaan. We hebben ook gelijk een lekker nummertje op staan. Ik ben nog steeds gewoon keiharde Justin Bieber fan, jongens. Echt niet normaal. Dat gaat ook nooit verdwijnen, denk ik. Ik wacht gewoon weer tot hij een nieuw album uitbrengt of iets anders. Maar dit nummer is echt nog steeds mijn favorietje nu op dit moment. Ja, naast Ghost. Maar ook deze. Haley heet die. Heerlijk. Schoenen netjes uit, hop, en we zijn helemaal fresh. Nou ja, helemaal fresh. Ik loop wel lekker een beetje in mijn joggingspakje, maar dat is helemaal niet erg natuurlijk. Het ging om dit en dat is geregeld. Volgens mij is Lin ook niet thuis, denk ik. Als we even gaan kijken. Lin! Joehoe! Nee, die is naar de sportschool volgens mij. Ah, en kijk de man hier liggen. Hé, hey, is dit je nieuwe plek? Helemaal slaapogen, jongen. Hij wordt net wakker hier. Ah, oh, schat die toch. Hey. Mijn haar is niet zomaar geknipt. Het moest echt even gebeuren natuurlijk. Maar wij gaan ook wat leuks doen vandaag. Wij gaan naar een plek toe waar wij eigenlijk de vorige keer super enthousiast over waren. Of het land. Terwijl we dat niet verwacht hadden. En nou ja, dat land is, zeg jij maar. Polen. Ja, dat is Polen inderdaad. Jongens en meiden, we hebben een vlucht geboekt voor een aantal dagjes. 3 dagjes. Naar Polen toe. Omdat wij dus de vorige keer zo ontzettend enthousiast waren over daar. Klinkt misschien heel raar, want we zijn natuurlijk naar Auschwitz geweest. Maar ik ga nu misschien iets heel stom zeggen. Ik dacht dat Polen een beetje een land was met een achterstandsland. Laat ik het even heel eerlijk gewoon zeggen hoe ik erover nadacht. Maar we waren zo positief verrast over hoe mooi en hoe goed het er allemaal daar uitzag. En dat had ik gewoon eerlijk gezegd echt niet verwacht. Dus ik heb een beetje me zitten verdiepen in Polen met wat leuke dingen die daar te doen zijn. En daarom heb ik dus net hier op de computer een vlucht geboekt naar Polen. Ook omdat het een land is waar misschien de meeste mensen niet gelijk heel snel naartoe zullen gaan. Maar ook misschien heel veel wel, om bijvoorbeeld illegaal vuurwerk te halen of weet ik veel wat. Of andere dingen, ik weet niet wat iedereen in Polen doet. Maar dat betekent dus ook dat wij dus nu onze koffer moeten gaan inpakken. Want we vliegen vanavond om 8:50 dus daar naartoe. En het is de stad. Dat ga ik nog niet vertellen. Dat zien jullie straks. Waar we dus naartoe gaan. We hebben het hier al een tijdje geleden over gehad. Ik wilde sowieso heel graag al een keer naar deze plek toe. Want er is daar dus ook echt iets heel speciaals. Maar dat ga ik jullie straks allemaal vertellen. Want we hebben eerst een klein beetje haast dus. Omdat we nog helemaal de koffer niet hebben ingepakt. Dus we gaan hier het licht aandoen. Kijk eens aan. Het is helemaal donker al in deze kamer. Nee, dit klinkt misschien zoals ik zei heel stom dat ik dit over Polen zeg. Voor mensen die uit Polen komen of Poolse kijkers. Want ik heb toen ook heel veel reacties gezien toen wij in Auschwitz waren. Van heel veel mensen die een Poolse afkomst hebben. Natuurlijk wel Nederlands sprekend, want anders kan je mijn vlogs niet kijken. Dat gaat een beetje lastig dan. Maar dat jullie het toen ook zo leuk vonden over dat wij ook zo enthousiast waren over Polen. Ik heb hier mijn onderbroeken en het klinkt misschien gek, want het is dus -4 in Polen. Maar je moet je bikini meenemen. Ja. En ik mijn zwembroek meenemen. Ja. En dat klinkt heel raar. Hij ligt klaar. Ja, maar dat heeft dus een beetje met ons plan te maken ook wat daar dus te doen is. Welke koffer gaan we meenemen? Gaan we jouw grote ros? Ja. Ja? Ja. Oké, top. Dan ga ik die even pakken. Ta-da-da-da. Ik heb mijn eigen koffers dus in de panic room staan. Dus daar moet ik niet zijn. Maar we pakken hier Lin de koffer. Dit is niet de panic room trouwens. Dit is een kledingkast waar ik in sta. De bruine toch?
Ja? Oké. Okay. Dit is gewoon de kledingkast die hier in de slaapkamer zit. Niet de panic room. Sorry, ik doe altijd zo geheimzinnig over die panic room hier in huis. Eigenlijk moet ik daar echt mee kappen, want jullie weten toch dat ik hem nooit ga laten zien. En toch blijven jullie altijd gokken in de comments van waar zit hij dan? Oh, hij zit daar of hij zit daar. Maar ja, daar kan ik helaas niks over zeggen. Het zijn maar een paar dagjes dus vandaar. We nemen één koffer mee en dan doen we gewoon allebei onze spullen in. Dus dat moet wel passen, denk ik. Maar zoals ik ook al zei, het is dus min 4. En altijd als je naar koude landen toe gaat, dan neem je natuurlijk gewoon truien mee. Alleen daar zit je koffer altijd wel heel snel vol. Want die zijn altijd 10 keer dikker dan shirtjes natuurlijk. Dus gaat het passen, denk je? Dit neem ik mee. Jij loopt ook gewoon hier al met je jas aan trouwens. Ja, ik heb het koud. Ik kom uit de gym. Ik zeg wel eerlijk, het liefst pak ik wel mijn koffer in voor lekker een warme vakantie. Maar dit zijn ook wel de leuke dingen, denk ik. Zo te zien gaat het wel passen. Toch? Of komen we ruimte tekort? Nee, het gaat lukken. Ja, toch? Ja. Jongens, het lijkt nog steeds trouwens alsof we hier echt in de Efteling staan. Of in Walibi Fridays met die lampen hier. Het blijft ook wel een gek effect geven. Vooral hier zo op die muur, zoals je ziet. Op de kast. Of een plafond hier helemaal. Check is dit. Oh. Helaas gaan de lampen trouwens ook weg, jongens. Oh, zo. Dit is ook een mooi plaatje als ik hier sta. Kijk eens. Dit is mooi. Maar ze gaan de 9e gaan ze dus helaas alweer weg. Dus we moeten nog even één keer genieten van dit shot. Hoe mooi het is. Kijk eens. Ja. En misschien wel het laatste jaar, hè? Misschien is dit wel het allerlaatste jaar dat ik het doe. Dat is nog een beetje de vraag. Dat mogen jullie beslissen in de comments. Of dat ik het volgend jaar weer moet doen. Maar ik ga de auto even pakken. En hem voorrijden. De ultieme test. Kan de koffer dicht of niet? Daar gaat ie. Oh. Ja. Ja. Oh. Zo. Altijd lekker zijn koffer dicht doen. Mooi, joh. En de laatste koffer. En dan hebben we alles. Hoppa. Helemaal perfect. Jas mee. We zijn helemaal klaar. We zitten helemaal bepakt in de auto. Let's go! Yay! Ben je ready? Ja, ben jij ready? Ik ben ready. Wat was jouw eerste gedachte aan Polen, eerlijk? Heel eerlijk, bij gewoon Polen? Geen sensor voor je mond. Ja, zeg het maar. Ja, bij Polen denk ik gewoon aan... Ja, eigenlijk gewoon aan een relatief saai land misschien. Ja. Klopt, maar er zijn echt heel veel leuke dingen daar. Super veel dingen te doen, want de vorige keer kwamen we er dus achter doordat mensen ons berichtjes stuurden wat je allemaal kon doen. Maar toen moesten we al naar huis. Ja, dat was echt kut. Ja, dus nu kunnen we het inhalen. Yes, en vandaar dus, nou ik heb het al 10 keer gezegd. Maar wij gaan nu naar Jelle toe jongens, want Jelle gaat mij brengen in deze auto. Onze spullen liggen dus allemaal achterin. Maar dan hoef ik dus geen parkeerkosten te betalen op Schiphol, want ik heb niet van tevoren gereserveerd. Dus, hallo meneer. Gaan we rijden bij groen licht? Dankjewel, hij wordt niet groener. Maar dat is dus fijn, want dan hoef ik mijn auto daar ook niet op Schiphol te laten staan. Godver, dit is de tweede keer, man. Hey, dit is mijn nieuwe plekje, man. Dit is mijn nieuwe plekje. Ik kan het gewoon weer niet verwachten, want Lintje, jij bent behaast. Hey, jongen. Oh. Hey, jongen. Ik weet niet waar ik op zit. Hey, vriend. Hey, gelukkig nieuwjaar. Ja, gelukkig nieuwjaar. Hey, heb je een leer, pelle? Ja. Pelle, gelukkig nieuwjaar, man. Leuk dat we elkaar een jaar niet gezien hebben. Ja, dat is echt zo. We hebben elkaar gewoon dit jaar nog niet gezien. Ik kreeg gewoon reacties weer met waarom zie je Jelle niet? Is er wat aan de hand? Hebben jullie weer ruzie of wat dan ook? Nee, helemaal niet. Nee, maar jongens, ik zal het jullie eerlijk vertellen. Jelle, die wilde gewoon geen oud en nieuw vieren met ons. En die dacht, ik vertrek gewoon, ik bonjour hem gewoon. Ja, dat is echt. Ja, Jelle naaide hem de code ineens. Deze man loopt 3 weken lang te zeggen, ik wil oud en nieuw vieren met jullie. Ik wil oud en nieuw vieren met jullie. En de dag van tevoren gaat hij naar Oostenrijk. Ja, dat is echt erg. Ik wou gewoon, het hele plan was met jullie uit de nieuwe. Dit lag echt niet aan ons. Nee, dat is 100% waar. En opeens dachten Bo en ik, kom, we gaan op Winterspoor. En dat was ook precies met uit de nieuwe. Ja, leuk, zeg maar. Maar het was een beetje gekke timing, omdat je de hele week niet te zeggen dat je met ons wilde zijn. Ja, het was niet... Dus ik vind dit echt een deuk in onze vriendschap, Jelle. Ja, ik had echt FOMO, jongen. Ik zag jullie bij München pakken, toen dacht ik, oh... Ah, joh, je bent toch lekker naar Oostenrijk geweest? Ja, wel, maar we gingen om 2 uur 's nachts naar huis. Hé, hey, even iets anders. Ja. Heb je stoelen gereserveerd? Stoelen gereserveerd in de vlucht? Ja. Nee. Maar ik ga echt niet alleen zitten, Gio. Nee, maar we zitten sowieso samen. Dat komt goed. Ik ga echt niet alleen. Nee, schat. We zitten sowieso samen. Nee, want ik heb echt paniek. Dat komt goed, schat. Paniek. Oh, je hebt vliegangst? Ja. Oh. Weet je wat helpt? En dan zitten we dadelijk niet achterin. Schatje, komt goed. Hé, hey, weet je wat helpt tegen je mag mijn hand vasthouden. Oh.
Je moet nu een beetje geluiden opzetten van YouTube over vliegen. Ja, nu. Dag. Ja, nee, ik ga die truc heb ik nog nooit gehoord. Nou ja, Lin heeft een beetje, nou ja, best wel heftige vliegangst. Maar dat komt helemaal hartstikke goed, jongens. Dus we gaan nu echt rijden naar Schiphol toe. Zoals ik al zei, jongens. Jelle en ik hebben uiteraard natuurlijk helemaal geen ruzie. Ik vind dat wel leuk hoe jullie altijd gelijk gaan speculeren of meedenken dat er dan wat aan de hand is. Ik kreeg ook al berichtjes op Insta. Heb jij berichtjes op Insta gekregen over of er wat tussen ons aan de hand was? Nee, helemaal niet. Niet? Nee. Oh, want de vorige keer was dat juist wel heel erg, toch? Ja, ja, ik weet het ook niet. Maar er is, wij hebben gewoon, ja, het komt ook niet uit. We appten elkaar, gaan we chillen. Ja, dat kon ik niet, dat kon jij niet. En dan was jij weg, want dan was ik weg. Was ik, ja. Dus dit was eigenlijk, net belde ik ook met Jelle en toen zei ik van ja, ik ga naar Polen. We konden elkaar eigenlijk ook niet zien en toen kwamen we dus met dit idee dat we elkaar toch even konden zien. Ja, ik dacht dan... Het klinkt echt alsof we een relatie hebben, dat we elkaar even moeten zien trouwens. Ja, maar ja, ik denk dan rijd ik even mee. Dan de trajectcontrole en deze man rijdt veel te hard door in zijn Porsche. Luxemburgs kenteken, die heeft sowieso niet door dat een trajectcontrole is. Dat zie ik zo vaak gebeuren. Nou, we komen in ieder geval in 20 minuten aan op Schiphol. Gaan we daar even lekker eten. Ik moet ook nog wat spullen halen. Zoals een borstband en een GoPro stok. Dus ik hoop dat... heb je ook zo'n stok nodig? Ja, het liefst allebei. Maar in principe heb ik aan een borstband genoeg. We zijn er bijna, jongens. Nog 7 minuutjes. Ik hoorde trouwens net Linne Pelle zeggen. Jij bent Lijn, we hebben Pelle. Wat is mijn bijnaam dan eigenlijk? Gigi. Hendrik. Hendrik. Jouw nichtjes noemen jou Gigi. Gigi. Oh nee, Gigi. Ja, Gigi. Maar jij noemt me soms ook wel eens zo. Ja. Maar bij jou klinkt het met de zachte G klinkt het weer heel anders. Gigi. 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 Dat is een beetje als Gigi. Gigi. Ja, we zijn er bijna. Nog 6 minuutjes. Wauw, jongens. Wat zeggen we dan? Kijk, wat zien we daar? De Schipholtoren! Ja! Yeah! De Schipholtoren! Lin, ik wil hem 1 keer horen. Kom op. 1 keer. De Schipholtoren! Yes! Het is weer zover. Ja, jongens. Kijk, ik zag al wat reacties dat jullie willen dat we echt op vakantie gaan. Maar ja, we hebben een kleine kitten thuis. Dus we kunnen nu niet gelijk even helemaal een week weg natuurlijk. Dus vandaar dat we een weekendje weggaan. Alles is gewoon geregeld thuis, dat is hartstikke mooi. Maar we kunnen nu niet echt hop vol 10 dagen even weg. Want ja, we zitten natuurlijk nog met die kitten, dus vandaar. Wij gaan de auto hier droppen en dan gaat Jelle, als het goed is, lekker naar huis rijden. Als het goed is. Of ga je nog wat anders doen eigenlijk? Nee. Ja, ik zou wel gaan chillen, maar ja, jij gaat opeens naar Polen. Je hebt hem wel meegevraagd. Ja. Maar ja. Helaas. Beetje kort dag. Lieve jongen, hou de auto heel. Ja, ik doe mijn best. Zit ook mijn huissleutel aan, dus je kan ook mijn huis in. Ja, die heb ik ook, die huissleutel. Oh ja, die heb je trouwens gewoon. Die ergens. Heb je die echt waar? Ja, volgens mij is dit je huissleutel. Ik geloof het. Oké, we gaan even de spullen pakken en dan moeten we, nou ik wil zeggen opschieten, maar dat hoeft niet, want we vliegen pas over 2 uur, dus we zijn ruim op tijd, dus dat is fijn. Tijd om te gaan, jongen, de groeten. Ja, hey. Geniet ervan. Hopelijk zie ik je na deze dagen wel wat meer. Ja, dat we een keer kunnen gaan chillen. Ja, lijkt me wel weer een stukje leuk, hè? Na zo'n jaar, hè? Ik heb je al vorig jaar voor het laatst gezien. Ja, dat is heel raar. Is dat klinkt echt ver weg. Ja, maar ja, we zijn terug. Yes. Zijn we ready? Ja. Oh, iemand riep mijn naam. Hoi. Geen idee wie het was. Je wilt hier ook mee. Ja. Nou, wij gaan er vandoor. Jongens, laat het pik. De groeten. Doei. Het voelt wel weer echt goed om lekker hier op Schiphol te lopen, jongens. Ik weet niet wat het is, maar er zijn de hele tijd mensen Engels tegen ons aan het praten. Zien we er buitenlands uit of zo? Ja, jij Surinamers toch? Blijkbaar, dat denk ik. Net ook al echt iemand, hij was eerst Nederlands aan het bellen en daarna ging hij Engels tegen ons praten, alsof wij zeg maar, hem niet zouden verstaan ofzo. Maar we hebben alles ingecheckt, behalve deze, die gaat mee. Dus we gaan door de security heen. Let's go! Op het ticket staat GDN, Amsterdam GDN, maar wat zal het zijn? Ik heb nog steeds niet gezegd welke plek het is waar we naartoe gaan. Misschien dat sommigen van jullie het er al van kunnen maken met de letters GDN. Het is dus een stad in Polen. We zijn door de security heen, er gebeuren rare dingen. Net herkende iemand Lin. Maar die dacht dat je bekend was van tv. Ja. Een bekende actrice, zei hij. Hé, ik ken jou, je bent een bekende actrice. Ja. Dat was niet zo. Kijk, we hebben ook gelijk even geshopt hier op Schiphol. Deze had ik echt nodig. De hoofdband van GoPro. Even lekker een Burger King en jij een soepje. Nou, verschil moet er wezen, hè? Verschil moet er inderdaad wezen. Nou, ik heb nog niet verteld naar de plek waar we naartoe gaan, jongens. Maar de plek waar we dus naartoe gaan is dus GDN. Nou, jij mag de volledige naam uitspreken. Weet je hoe het moet? Nee. Zeg het maar. Doe jij het maar. Gdansk. Dat is dus de plek waar wij heen gaan, jongens. En dat is dus omdat daar ook een super gaaf waterpark is. En daar wilde ik eigenlijk al heel lang naartoe. Dus vandaar. Het ligt dus ook in Polen. Bij de kust, volgens mij. Ik ben tegelijkertijd even hier mijn burger eruit. Huh? Twee friet? Nee, dat is jouw friet, volgens mij. Huh? Heb je geen friet? Oh. Nu wel. Ja, nou, alsjeblieft.
Nee, maar dat is dus de plek. En er zijn er nog veel meer gave dingen daar te doen. Maar dat gaan we dus allemaal de komende dagen zien. Ik ga eerst even lekker genieten hier van mijn Burger King burgertje. Ik heb een mopper, dus die gaat er wel even goed in. Oké, Lynn heeft dit nieuws uitgevonden. Friet in, tomatensoep. Ja. En het proeft naar ketchup. Het proeft dus naar warme ketchup. Ja, op zich best logisch, want ketchup is ook tomaat. Ja, dit is best lekker. Ja? En healthy. Ja, voor die balans, hè. Frietjes, maar toch in de soep. Ja. We gaan lopen naar het vliegtuig. Ik ben dus heel benieuwd hoe groot het vliegtuig is, want... wie vliegt er nou naar Gdansk, zeg maar? Dat is een beetje mijn gedachte nu. Maar we gaan het zien. Denk dat het groot vliegtuig is? Ik hoop het, maar ik ben er bang voor. Ja. Zoals we net al vertelden, Lynn heeft dus echt vliegangst, maar echt hele heftige vliegangst. Zelfs toen we naar Marokko gingen, dat je... Ze moest zeg maar echt medicijnen slikken. Omdat ze het anders gewoon niet aankon. Dus vandaar. Dus ik hoop dat het nu wat beter gaat. Ik hoop het. Komt goed. Komt goed. Hoe heette die medicijn ook weer die je moest slikken? Diazepam. En dat moet zelfs door de dokter voorgeschreven worden, toch? Ja, het valt ook onder de opiumwet. Dus als je buiten Europa gaat, moet je ook echt een verklaring laten tekenen bij de overheid. Dus je mag zo niet zomaar mee naar het buitenland nemen? Nee. Maar heb je ze nu geslikt? Nu niet, toch? Nee. Nee, want we gingen heel onvoorbereid, dus ik kon niks. Oh. Nou ja, jongens, het gaat vast goed komen. Wij gaan lopen naar de gate. We zijn door het potje heen. Het is een cityhopper. Oh, dat maakt Lynn niet blijer. Oh, schatje. Oh. Komt goed. Dat is dus echt een kleiner vliegtuigje. Maar dat komt ook gewoon... Ja, ik kan alleen maar zeggen, het komt goed. Ja. Als er iets is wat ik niet heb, is het vliegangst. Ja, ik zie hem al. Het is nog kleiner dan een NS-trein. Ik denk wel dat je liever met zo'n ding in de lucht wil dan een NS-trein. Ja. Dat lijkt me wel. Ja, zo. Daar gaan we. De bus uit. En dit is de City Hopper waarmee wij dus naar Gdansk gaan vliegen. Kijk, nou, best een mooi ding zo. Maar het is inderdaad wel een redelijk klein vliegtuig. En nu moeten we nog even fixen dat we naast elkaar kunnen zitten. Want blijkbaar zijn onze tickets dus ook niet naast elkaar. Oh, kijk, het is D en F. We dachten dat we niet naast elkaar zouden zitten. Maar D en F zijn in dit vliegtuig dus wel naast elkaar. Gesaved. Eerste opluchting. Zie je? Komt helemaal goed. Het is wel echt klein. Kijk dan. Stop met zingen. Kleine ophouden. Ik word al helemaal... Ik zie het... Ja, maar het is toch ook echt klein? Je kan straks lekker tegen me aanleunen, heerlijk. Mm, ja, leuk. Heerlijk, lekker warm, gewoon naast elkaar, handje vast. Twee stoeltjes dus per rij, naast elkaar. Dat is een beetje wennen. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, maar leuk. We zitten bij de vleugel. Ja, we moeten ook op speciale plekken gaan zitten om de balans van het vliegtuig een soort van te waarborgen. Ze wilden eigenlijk gewoon voorin gaan zitten, want dan was het helemaal leeg. Maar je moet dus gewoon hier gaan zitten, blijkbaar. Wel beter. Daarom... maar beter dat we hier zitten. Volgens mij zijn wij de enige Nederlanders. Maar dat weten we niet zeker. We weten het niet. Please identify your nearest emergency exit. Lynn moet goed opletten. Bearing in mind that these may be behind you. Ja, kijk. We will now demonstrate the use of the... Zijn wij aangekomen hier in Polen. En kijk eens aan. We zijn hier op de luchthaven aangekomen. Zo, ik wil de luchtbasis zeggen. Maar het klinkt alsof we op de legerbasis zijn aangekomen. We hebben de koffer alweer gepakt. En ben je benieuwd naar het hotel een beetje? Of, Ja, ik ben wel benieuwd. Je weet helemaal niks, hè? Nee. Nee, dat is wel leuk. Wow, joh, we moeten echt onze jas dicht doen. Want het is dus min 8 hier blijkbaar. Jij maakt je weer mis? Min 8. Dat hebben we echt heel lang niet gehad. Die vertelt, we zijn min 2. Er stond min 2 online. Ze zeggen net ineens, het vliegtuig het is min 18. We lopen het vliegtuig uit en we denken, wat is dit? Maar oké, het kan. We gaan er niet dood aan. Op zich ook wel lekker. Ja, maar ik heb helemaal niks mee. Niet eens handschoenen. Nee, dat ik ook niet. Maar dat zullen ze vast wel hebben hier. Oh shit, jongens. We gaan de eerste stappen buiten zetten. Boy, yo. Dit is echt erg. Zo, kijk eens even. Kijk eens even. Lekker sneeuw? Dit is echt helemaal kut. Wat zeg je? Het is zo koud. Ja, het is wel echt heel koud inderdaad.
Oké, okay, we gaan snel een taxi pakken. Zo, het is echt even acclimatiseren dit. Of niet dan? Ik moet zeggen, het went wel. We hebben gelijk hier een taxi te pakken. Het is 20 minuten na het hotel. We need to go to the Hilton hotel. Hilton Gdansk. Hilton Gdansk, yes. Yes. Wij zitten lekker warm in de auto, jongens. Nou, misschien wel een beetje leuke informatie om te vertellen. Deze stad behoort dus ook, als je het googelt, tot een van de mooiste steden van Europa. Door ook alle kleurrijke panden en gebouwen die er dus staan. Dus dat is best wel leuk. Kijk, het is nu natuurlijk niet zo zonnig, maar het is ook in de zomer is het dus echt een hele mooie kustplaats met supermooie stranden. Ik denk alleen dat we daar nu niet echt gebruik van kunnen gaan maken. Nee, denk het ook niet. Dat gaat hem niet worden. Want er ligt nu, zoals je kan zien, als je helemaal om je heen kijkt, allemaal sneeuw en stapels. Gewoon met sneeuw. Dat is het enige wat ik eigenlijk kan zeggen. En het is sowieso nu natuurlijk donker, dus eigenlijk kunnen we het morgen met daglicht pas beter gaan zien allemaal. Maar ik ben heel benieuwd. We zitten echt midden in het centrum, dus in het Hilton, zoals je net al hoorde. En daar gaan we dus nu naartoe. We zijn er, uitgestapt bij de taxi. Oh, er zit ook water daar. Wat, waar? Oh, thank you. Pasje van de taxi. We werden even afgeleid, maar er is inderdaad water. Ja, we zitten. Zullen we heel even eerst gewoon de spullen droppen of niet? Of wil je echt gaan kijken bij het water? Maar het is hier. Oh, het is hier gelijk al. Oké. Wow. Wacht, ik laat even de koffie hier staan. Kijk eens even, jongens. Zo, volgens mij is het wel een beetje glad hier zo. Het is super glad. Pas op, maar kijk eens naar deze plek. Dit ziet er wel heel mooi uit. We zitten ook midden in het centrum. Volgens mij heeft het dus, kijk, echt een toplocatie hier. Dus dat is super fijn. Dit is het hotel, het Hilton Hotel. En onze kamer zit volgens mij ook met uitzicht op het water hier, als ik het goed heb. Maar dat gaan we straks dus zien. Er staat hier ook een hele grote draaimolen. Wat is je eerste reactie? Ja, het ziet er echt mooi uit. Ja, toch? Ik krijg nu gewoon nog steeds kerst van. Ja, snap je, die heb ik ook. Maar ook omdat ze volgens mij nog een beetje versiering hebben. We hebben ook gewoon nog een kerstboom binnen staan. Nou, we gaan even inchecken. En dan naar de kamer. Gelukkig is het lekker warm hier in het hotel. We komen hier aan bij onze kamer. We gaan eens eventjes kijken naar hoe het uitzicht is. En of we inderdaad... Ja, als het goed is zitten we bij het water. Want dat is aan deze kant. Als mijn richtingsgevoel het goed zegt. Ja, jij hebt een beter richtingsgevoel dan ik. Lin is echt zo'n slecht richtingsgevoel. Dat is echt niet normaal. Oh, is dit wel de goede kamer? Ja. Het zal ongemakkelijk zijn. Oké, okay, ready? Yes. Oké, dan ga ik hem hier erin doen. Hoppa. Oké. Okay. Komt u binnen. Oeh. Oh, dit bed. Dit ziet er goed uit. Even kijken, hoe is het uitzicht? Ja, top. Oh. Nou, hartstikke mooi. Het is net zonde. Ja. Love it. Oh, dit is geen, nice. Er zit geen raam. Nou, lekker kamertje zo. Kijk eens hoe mooi. Prima bed. Als het goed is ook gewoon een mooie badkamer. Denk ik. Klopt dat? Juist. Oh, en een bad. Oh. Top. Heel nice. We gaan nu even het licht uitdoen. Oh, en dan denk je, waarom? Nou, omdat ik dan even beter het uitzicht kan filmen hier. Sorry, Lin. Kijk, dit is het uitzicht wat je dus hebt. We stonden echt net beneden daar te kijken. En daar heb je dus dat reuzenrad. Nou, echt een mooi uitzichtje zo. Dit is ook een beetje wat je dus allemaal op de plaatjes ziet. Wat we net ook opzochten allemaal. Oh! 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 Die had ik er volgens mij op staan. Maar zij was dronken, want ze zat zo over de straat te gaan. Volgens mij had ik niet erop staan. Oh nee. Zij is straalbezopen. Zo, inderdaad. Kijk dan. Dat gaat niet helemaal lekker hoor. In Polen kunnen ze wel goed drinken. Ja, dat is wel zo. Beter dan in Brabant. What the fuck? Oh. Hey, ik wil ook dat level zijn, man. Oké, er zit hier echt stiekem iemand te filmen die gewoon hier half lazers loopt. Oké, gaat het nog een keer op de bek? Het is ook gewoon een oudere vrouw. Die kan gewoon niet meer lopen. What the fuck? Jij en ik later. Ja. Oké, het is maar goed dat ik net het licht uit had gedaan, want anders hadden we ons hier heel goed kunnen zien staan met filmen. Ik ga het licht weer aandoen. Komt ie. Kijken, licht aan. Oh, juist. Nou, toch even mooi iemand op zijn bek zien gaan. Nou, jongens en meiden, zoals je dus ziet is het allemaal geregeld. Alles is goed gegaan. We zijn ook niet neergestort, gelukkig. Dus dat is hartstikke fijn. Lin was natuurlijk wel een beetje bang in het vliegtuig, maar dat komt dus echt tot de vliegangst. En ze hadden dus nu ook inderdaad niet... medicijnen zijn er niet echt. Diamsepam. Ja, pillen. Een soort van middeltje waardoor je kalm wordt, zeg maar. Dat is ook niet geslikt. Maar het ging voor de rest best prima. En ik ben dus echt heel benieuwd naar dit weekend, want we hebben echt leuke dingen op de planning staan. Zoals ik al zei, dus dat aquapark. En we willen dus ook misschien naar een schietbaan of andere dingen hier.
Maar ja, ik hoop dat we de temperatuur ook echt een beetje kunnen gaan handelen. Aangezien het dus ja, nu echt min 6, min 8 was. Maar dat is midden in de nacht natuurlijk. En overdag zal het ja, rond de min 2 of misschien 0 graden zijn. Wordt een beetje aankijken. Maar dat komt vast allemaal goed. Lin is even lekker aan het douchen. En ik denk dat ik ook maar lekker het bed hier in ga duiken. Het is tenslotte ook al 1:37. Dus het is al aardig laat. Maar we kwamen ook pas om 11:45 aan hier in het hotel of zo. Dus we waren ook al best wel laat. Ik zag ook echt veel reacties van jullie trouwens. Jullie zeiden van ja, ga naar Dubai. Ga daar weer heen. Jongens, het jaar is net begonnen. Het komt. Het gaat allemaal komen. Rustig aan. natuurlijk straks de cruiseschipvakantie en alles. Maar ja, eerst leek ons dit tripje wel echt even wat leuks. Even wat anders. Gewoon een keer een heel ander land. En dat is ook misschien wel juist wel leuk. In plaats van altijd maar dezelfde landen natuurlijk. Gewoon een juist een beetje de variatie erin houden. En naar plekken gaan waar je normaal gesproken misschien niet zo vaak zou komen. Check dit. Oh, ik stap hier binnen. En het eerste wat ik zie is dit. En ik schrik me helemaal wat tyfus. Jelle past op het huis. Dus dat is ook mooi. En op de katjes. Dit was in ieder geval de vlog van vandaag, jongens en meiden. Ja. Ja, wij gaan lekker slapen. Morgen om 5:30 komt er dus uiteraard weer een nieuwe vlog online. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Lin, wil je ook de mensen bedanken? Ja. Ik had de opdracht gekregen om ja te zeggen. Ja. Lin heeft geen kleding aan, dus vandaar. Maar jongens en meiden, morgen om 5:30 dus weer een nieuwe vlog. En ja, gaat echt super leuk worden. Ik ben heel benieuwd naar morgen, maar dat gaan jullie dus allemaal pas morgen zien. Hopelijk vond je deze vlog ook leuk. En dan zeg ik nu bedankt voor het kijken. Tot morgen en later.